Allereerst wil ik even jullie bedanken dat jullie mee hebben gedaan. Wij steken best veel tijd en energie in dit evenement. En ik vind het echt super gaaf dat 50 mensen zich ingeschreven hebben. En de moeite hebben genomen om hier te komen. Leuke middag hebben gehad hopelijk. En wat mij betreft geven jullie eerst jezelf even een applaus. Maar ik wil eerst nog even wat algemene puntjes zeggen. Ik zei net al dat het niveau was hoog. Heel veel mensen staan hier niet voor de eerste keer. Die hebben al een paar keer meegedaan. En dat kun je merken, want ze luisteren goed naar de feedback die gegeven wordt. Ik heb nog wel wat feedback voor degenen die volgend jaar mee willen doen. Let op het zout. Nog steeds hebben we best wel palingen geproefd waar een beetje meer zout in kan. En let ook op de rook. Er mag ook best wel wat meer rook in. En nog wat anders. Wat we hebben gezien is dat, ik snap dat wel, want dat is een beetje hoe je begint met roken. Maar jullie zijn allemaal gevorderde amateurs, misschien al wel een klein beetje professional. Dus je mag nou even wat meer uitdaging erin stoppen. We zien dat mensen eerst heel erg de paling droog stoken en hem dan gaan garen. En mijn tip aan jullie is voor de volgende keer, stook hem niet helemaal droog. Gooi de hang maar vast een keertje dicht, terwijl hij nog een beetje pikt. Ja, dan nu de nummer 1. Er zijn nog heel veel mensen in de running natuurlijk. Maar het is er echt maar één die gewonnen heeft. En die stak er echt met kop en schouders bovenuit. 53 punten. Christian Koloos. En die heeft gewonnen een bon van €250. Voor Spuis 76.